vandaag een, eigenlijk een bijzondere dag, want jij komt eraan lopen en je duikt achter de piano hier op de Strouwstraat. Hoe ben je aan het piano leren gekomen? Drie jaar geleden met kerst kregen we een kleine keyboard. En ja, ik speelde sowieso al een soort van piano met muziek op school. En daarom wilde ik eigenlijk een keyboard hebben, zodat ik thuis kon oefenen. En noten lezen? Wil ik gaan leren, dus daar ben ik eigenlijk net mee begonnen. Maar voor de rest heb ik het vooral via YouTube geleerd, met van die tutorials. Want hoe oud ben je? Ik ben gisteren 17 geworden. En volg je een opleiding ergens voor? Ik zit nu op 4 VWO en ik wil na mijn VWO in Rotterdam gaan studeren op de Erasmus Universiteit. En daar wil ik dan psychologie gaan studeren. Dus geen muzikant worden? Nee, want de kansen in de muziek zijn sowieso heel klein. Omdat ik pas 3 jaar geleden ben begonnen, heb ik sowieso een grote achterstand op veel anderen die bijvoorbeeld al zijn begonnen toen ze 4 jaar oud waren. Ik speel nu vooral klassiek. Ik begon met liedjes van series die ik wel leuk vond. En toen ben ik steeds verder gaan kijken, vooral in klassiek. Ik vind het ook het leukst om te spelen, het is wel het moeilijkst. Heerlijk rustgevend, hè? Het ligt eraan welk stuk. Ja, je hebt waltzes van Chopin die rustgevend zijn. Maar je hebt ook Beethoven's Moonlight Sonata of Chopin's ballades. Die zijn wat minder rustgevend. Als mensen nu geïnteresseerd zijn in je, dat ze zeggen van goh, we hebben een avondje en we zouden het ontzettend fijn vinden als we een goede pianiste konden krijgen. Maar als het binnen mijn planning zou passen, dan wel. Dus kunnen ze zich bij ons aanmelden? Ja, dat kan wel. Mijn vingers die vliegen gewoon over de toets heen. Het is niet dat ik 5 minuten per dag achter mijn piano zit en na 3 jaar komt dit eruit. Het is wel, je moet er wel echt voor werken. Als het kan, oefen ik elke dag een paar uur. Maar ja, ik heb ook dagen dat ik gewoon werk of druk met school bezig ben. Ik probeer in ieder geval 10 uur per week te oefenen. Ja, het is leuk wanneer het lukt, maar de weg daar naartoe is niet heel makkelijk. En ik denk dat dat ook de reden is dat veel mensen snel opgeven. En is dat moeilijker voor jou om op een ongestemde piano te spelen? Deze piano is eigenlijk niet echt. Je kan eigenlijk niet echt op spelen. Chopin's ballade nummer 1, opus 23, die ben ik nu ook aan het oefenen. Die wil ik graag voor mijn eindexamen spelen over een jaar. Want ik doe muziek versneld, waardoor ik hem in de 5e mag afsluiten in plaats van in de 6e. Nou, ik ben ervan overtuigd dat we echt nog meer van je gaan horen. Waarschijnlijk een hele goede psycholoog later. Maar ik hoop toch ook graag dat je echt doorgaat ook met de piano. Want dat ga ik zeker doen. Het jongere broertje van Gwen. Jij speelt ook heel goed. Ja. Geleerd? Nee, ook niet. Jullie leren alles zelf? Ja. Oud ben je? Ik ben 13. En wat voor opleiding volg je? MAVO. En de piano, hoe kwam je daar enthousiast toe? Mijn broer begon te spelen en ik vond het ook leuk. Wat voor nummer heb je net gespeeld? Flower Dance. Heb je die speciaal uitgekozen omdat je het gewoon een mooi nummer vindt? Ja, omdat ik het leuk vind.